Kunstexpo Autisme van A tot Z is een gratis tentoonstelling die de unieke talenten en perspectieven van mensen op het autistische spectrum in de schijnwerper zet. Elk kunstwerk weerspiegelt de rijke diversiteit en complexiteit van het spectrum en toont aan dat autisme een bron van creativiteit en unieke schoonheid kan zijn. De Kunstexpo is een realisatie van Mindset in samenwerking met Auticity. Het evenement kadert binnen een reeks projecten rond autismevriendelijk Mechelen. Een op de 150 mensen heeft te maken met een vorm van autisme. Heel veel ouders worden daarmee geconfronteerd. Wij willen de Mechelaars erover sensibiliseren dat het bestaat en ook hefbomen aanreiken van hoe daarmee om te gaan. Wij willen vooral een netwerkrol opnemen. Heel veel organisaties die we om een of andere reden niet hebben kunnen betrekken of die niet op onze radar zijn verschenen, hebben contact opgenomen met ons en we proberen hen daar dan ook in te betrekken in dat verhaal. Ik denk dat kunst vooral verenigt en dat die de verschillen overstijgt. Ik ben eigenlijk op dit moment al 17 jaar aan het werk met allemaal personen, jongeren en volwassenen met autisme. Dat vond ik eigenlijk heel fijn om hier eigenlijk een kunstexpo te organiseren om de verscheidenheid aan talenten echt te kunnen tentoonstellen. En dat in de Wereld Autisme Maand. Ik denk dat het heel vaak een stukje een uitingsvorm is. Zo communiceren over wat er in hun brein allemaal omgaat. Zij kunnen dat niet altijd even goed in woorden, maar vaak wel beter in kleuren, in beelden gaan omschrijven. Zij proberen heel hun binnenkant een stukje naar buiten te brengen op die manier. Ik ben eigenlijk een psychotherapeute, dus ik geef voornamelijk één-op-één therapie en ik probeer daarbij niet te hard vast te zitten in het klinische kader van de gesprekstherapie. Wat betekent kunst voor jou? Kunst is voor mij meer een bestaansreden, eerlijk gezegd. Dus voor mensen gelijk als ons is dat de enige manier om ons volledig te kunnen uiten. Onze gevoelens, wie dat we zijn, echt kunnen laten zien aan de buitenwereld. Jij bent hier één van de kunstenaars op deze nieuwe tentoonstelling. Waarom doe je hier aan mee? Omdat ik ook heel graag met kunst bezig ben. Ik doe ook al 6 jaar... kunst aan de academie hier in Mechelen. Ik schilder vooral abstract en ik werk ook graag met verschillende materialen. En ik gebruik ook graag verschillende kleuren. En ja, dat is het belangrijkste, dat ik daar toch wel mij in kwijt kan. Voor haar is dit een uitlaatklep en een wat kan ik. En ze doet dat goed, dus dat is heel belangrijk dat zij kan tentoonstellen. Wij zijn een paar jaar geleden zijn we gestart met onze autizondagen, zoals we die noemen. Dus activiteiten op zondag voor volwassenen met autisme. Als je gaat kijken naar activiteiten rond autisme, of voor mensen met autisme, dan is dat vaak gericht op kinderen en op jongeren, maar minder vaak op volwassenen. En dan zijn we bij Stine van den Einde van Mindset terechtgekomen. We zijn begonnen met samen activiteiten te organiseren. Eigenlijk een beetje om mee die boodschap te ondersteunen van we willen van Mechelen een autismevriendelijke stad maken.